Afgelopen nacht om 4:10 heeft hier een plofkraak plaatsgevonden bij een pinautomaat. Hier in de pand aan de Harenweg. En daarbij is de pinautomaat zwaar beschadigd geraakt. Zelfs zo zwaar dat ik bijna de hele automaat op straat zie liggen. Heeft dat nog consequenties voor de omwonenden? Er zijn in totaal 3 woningen ontruimd en die mensen zijn elders ondergebracht. En dat is de enige consequentie op dit moment. De situatie is stabiel. Dan zien we achter u zien we ook de explosieve opruimingsdienst staan. Waarom zijn die hier? De explosieve opruimingsdienst is hier omdat er mogelijk nog explosieve of explosieve stoffen zijn achtergebleven. En dat gaan ze onderzoeken. Weet u of er buiten is gemaakt? Het is nog niet bekend of er iets is buiten gemaakt. Dat moet ook nog onderzocht worden. En van daders geen spoor? We hebben nog geen zicht op de daders, maar mocht iemand iets gezien hebben wat te maken kan hebben met deze plofkraak, dan worden ze verzocht om te bellen met de politie op 0900 8844.